Hoi allemaal, welkom op mijn kanaal. Ik ben Milou en ik heb vandaag weer een nieuwe process video voor jullie. Ik ga vandaag aan de slag met deze Project Life layout. En het is een kleine layout met drie 4x4 kaartjes. En ik werk met de kit van Scrap Delight. En dit is de kit van juni. Ik loop een beetje achter met mijn 2017. Laten we zeggen, ik heb genoeg werkvoorraad. Um, en... Het wordt hoog tijd dat ik eens uh, mijn 2017-album bijgewerkt. Ik ben wel in 2018 begonnen. Ik zit sinds deze maand ook in, de, um, uh, in het design team van Scrapnelight. Dus ik uh, ga wat meer up-to-date aan de slag ook. Maar daarnaast heb ik weer wat foto's geprint zodat ik ook eindelijk met mijn 2017-album verder kan gaan. Want op een of andere manier is. Het maken van foto's is het grootste probleem. Of ah, niet het maken van foto's. Het printen van foto's is het grootste probleem. Als ik eenmaal weer foto's heb geprint, dan kan ik weer volop aan de slag en dan gaat het ook echt wel snel. Maar als ik ze niet heb, dan ja, duurt het wat langer. Want printen is niet mijn favoriete ding. Uh, ik heb hier dus 3 bij 4 kaartjes en ik heb kleine fotootjes. Dat komt omdat ik deze foto's via de app heb gekregen van mijn vader. En hij had zelf al een collage gemaakt. Dus het waren kleine fotootjes, uh, maar ik wilde ze wel graag gebruiken. En het leek me wel leuk om het op deze manier uh, als tussenpagina in mijn album te doen. Mocht je het niet weten, ik werk met een 12 bij 12 album. En uh, af en toe. Gebruik ik kleinere hoezen. Het is een hoes van Project Live, die ik gebruikt heb. Ik weet even niet welk cijfer het is. Maar mocht je het willen weten, dan zoek ik het even op. Vraag het vooral hieronder bij de comments. En dan zoek ik het nog even voor je na. Ik, heb... ik ga de voor- en de achterkant doen. Deze video is alleen over de voorkant. En er komt een korte andere video die gaat over de achterkant. En ik heb de foto's al klaargelegd. Bovenin een quotekaartje die ik gesneden heb. Het mooie vind ik van deze Project Life kaartjes, is, of uh, tenminste de pocketpage kaartjes van Scripty Light, is dat ze altijd er rekening mee houden dat de quote die ze gebruiken in het midden zit. Dus ook als je vierkante kaartjes hebt, of vakjes hebt, kaartjes vierkant wilt maken, dan kun je aan allebei de kanten er iets afsnijden en dan zit nog steeds uh, de hele quote erop. Ideaal. Um, de fotootjes voor de achterkant heb ik links ook alvast klaargelegd, zodat ik in ieder geval een beetje wist hoe ik het neer wilde leggen en dan ben ik nu aan de slag met de embellishments. Ik ben een beetje aan het spelen, ik heb hier het framepje wat in de kit zat, maar omdat ik zulke kleine fotootjes, fotootjes heb is het framepje veel te groot. Mijn foto die steekt hier uit. Hier ben ik aan het kijken, hmm, misschien kan ik daar iets mee. En ik besluit om de, het framepje zelf in tweeën te knippen. Hier zie je mij dat doen. En ik plak straks eerst het onderste gedeelte op en dan het bovenste gedeelte eroverheen, zoals je mij hier alvast kunt zien doen. Um, op deze manier maak ik het framepje passend en je ziet nauwelijks dat er geknipt is. Zo, dit is een manier om te zorgen dat je alle materialen die je hebt kunt aanpassen naar hoe het voor jou werkt. Had je een uh, grotere foto, had je een groter frame kunnen gebruiken, maar voor mij was deze gewoon te groot en heb ik hem alleen in stukjes geknipt. Op het tweede kaartje zie je dat ik ook een streep heb toegevoegd, of een streep, ja, een stuk papier van een ander kaartje. Om te zorgen dat het, de, het kaartje een beetje brak. En ik heb twee kleine fotootjes en er toch een geheel van te kunnen maken. Maar daar ga ik straks mee verder. Ik ben hier ook vergeten in te zoomen. Ik ga zo meteen wel inzoomen. En dan laat ik deze kaartjes nog even van dichtbij zien. Uh, het was eventjes geleden dat ik gefilmd had. Juist omdat ik dus niet geprint had. Maar. Uh... Dus ik moest weer eventjes inkomen. <laughs> Laten we het daarop houden. In de kit zaten deze meisjes. Die heb ik erbij geplakt. En de een in cirkel rondjes. Die zitten tegenwoordig niet meer in de kit. Um, maar in juni zat die er nog wel bij. Dus die heb ik hier gewoon gebruikt. Deze wasje zat in de kit. En zoals je zag deed ik mijn standaard randje langs de. Kaartjes. Ik doe altijd een post-stitching uh, randje en dat vind ik echt een verschil maken. Hier laat ik mijn kaartjes nog van dichtbij zien en dan ga ik met het derde kaartje aan de slag. Hier heb ik de foto's neergelegd en ga ik dus mijn embellishment zoeken wat ik nog meer toe kan voegen. Ik vond het labeltje wel leuk om toe te voegen ook omdat ik verder nog nergens plek had voor. Um, een stukje te schrijven. Dacht ik dat het hier wel leuk was om een klein zinnetje te schrijven. Ik had niet heel veel te vertellen over de pagina. Maar uh, iets toevoegen is toch wel leuk. En net liet ik een klein 3x4 kaartje zien. Wat gemaakt was ook met allemaal kleine framejes en tekstjes en plaatjes. En ik heb er eentje uitgeknipt om deze ook als embellishment te gebruiken. En vervolgens ben ik nog even aan het kijken hoe ik het leuk vind voordat ik het allemaal opplak. Ik heb alles al met een lijmroller aangestipt en toen vergat ik dat ik mijn papiertje ook nog niet vast had zitten. Dus vandaar dat alles eerst op zijn kop ligt en het blauwe moet eerst vast. Hij was een klein stukje te groot, dus dat knip ik gewoon af met de schaar. En vervolgens ga ik mijn foto's opplakken op de manier waarop ik bedacht had. En het wordt een soort grid patroontje op dit ene kaartje. <coughs> Sorry. Beetje precies, zoals je ziet. <laughs> Alles eventjes verschuiven tot het precies goed zit zoals ik wil hebben. Mijn standaard faux stitching lijntje er weer omheen. En ik doe deze keer ook om het blauwe stukje papier een uh, lijntje. Omdat ik vond dat die anders wel een beetje wegviel tegen de achtergrond. Hier ga ik mijn journaling schrijven. Sorry, dat heb ik er dus blijkbaar helemaal in laten zitten. Dat was ik vergeten. Foutje. En hier zoom ik weer uit om het overzicht te laten zien. Ik pak mijn puffy stickers erbij en dan ga ik nog even het laatste details toevoegen. Op het bovenste kaartje heb ik alleen maar mijn Fo Stitching lijntje toegevoegd en een klein stukje washi gescheurd. Maar deze chef rondetjes die ik op het tweede kaartje toevoeg, ga ik ook op het eerste kaartje toevoegen. Dus dan zie je dat. En dan is mijn pagina klaar. Op het einde zie je nog close-up-foto's, dus blijf vooral nog eventjes kijken daarvoor. Mocht je mijn video leuk vinden, geef me een like. En heb je nog niet geabonneerd, doe dat dan zeker. Ik zou heel graag de duizend subscribers halen. Daar ben ik nog lang niet. Um, maar beetje bij beetje ben ik aan het groeien. Dus ik heb vol, vol hoop, goede hoop, <laughs> moet ik zeggen, dat het me een keer gaat lukken. Dus ja, abonneer je vooral. En voor nu zou ik zeggen: bedankt voor het kijken. Binnenkort komt er een tweede deel van deze video aan. En uh, ik hoop je dan weer te zien. Bedankt, doei!